Waarom denk jij als je die woorden vrienden, vriendin hoor? Ik reken, dit is een van die woorden wat ze betekenis die afgelopen jaren in die seculaire wereld veranderd het. Dat ons nodig het om een bijbelse verstaan van vriendschap weer te herwin. Vooral gezien in die licht van ons Here Jesus' woorden in Johannes 15 vers 15. Ik noem jullie niet meer dienstknechten nie, omdat die dienstknecht niet weet wat sy hier doen nie. Maar ik het jullie vrienden genoem, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoor het, aan jullie bekend gemaakt het. Ons wordt natuurlijk ook in die Bijbel gewaarsku tegen verkeerde of oppervlakkige vrienden. Ons lees bijvoorbeeld in Spreuke 18 vers 24 die volgende. Een man met baie vrienden wordt geruïneerd, maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. Hierdie vers tref een duidelijke onderscheid tussen een reïnerende vriend, een broer en een ware vriend. En ons weet mos dat daar verschillende graden van vriendschap en verhoudingen is. Jy het kennisse met wie jy dalk baie tyd deurbring, een collega en het lasmaat. Jylle kom goed oor die weg, maar as jylle paie skei omdat die een verhuis of een ander werk kry, dan het jylle nie meer contact met mekaar nie. Een broer weer is deel van jou nabije familie. Iemand wat een bloedband met jou het en hy bly jou broer, al trek jy ook waarheen. En dit is wonderlik om goeie verhoudings met jou collega's te hê en dis een groot seën om een hechte verhouding met jou familie te hê. Maar dis anders as die Bybelse voorbeeld van een goeie vriend. Want een ware vriend is baie meer as net iemand saam met wie jy werk en met wie jy goed oor die weg kom. Een vriend is iemand met wie jy een diepe, aanhoudende verhouding het. Dit is nie oppervlakkig of vlietend nie. Een ware vriend is iemand wat jou waarlik ken en wat te alle tye vir jou daar is. Iemand met wie jy jou diepste vreugdes, begeertes en worstelinge kan deel. En alhoewel al die dinge ook van jou broer kan waar wees, kom die verskil daarin dat die band met 'n vriend volkome vrywillig van aard is. 'N vriend kies om vir jou lief te wees, in goeie en slechte tye, sonder daar enige verpligting op hom was om dit te doen. Godse kinders leef met wysheid en vreugde wanneer ons sulke Bybelse vriendskappe het en koester. Dalk is dit net 'n handjie vol of selfs net een of twee. Of jy nou enkellopend of getroud is, 'n man of 'n vrou, so 'n vriendskap is 'n belangrike deel van ons heiligmaking. Jy is armer sonder 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Kom ek vra jou vandag, hoeveel van 'n ware vriend is jy vir ander? Maak jy genoeg moeite om die soort vriendskappe te bou en te laat gedei wat so hoog deur die Bybel geag en aanbeveel word? Word jy vertroos en bemoedig deur ons Here Jesus se woorde as hy wat die grote Skepper God is, kies om jou sy vriend te noem? Hy het sy hart teenoor ons uitgestort en alles wat hy van die Vader ontvang het aan ons bekend gemaak. Nou kan ek my liefde en my sielse hartsbegeertes voor hom uitstort. Hy is inderdaad die vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Kom ons bid saam. Ons hemelse Here, dankie dat ons hierdie versekering, hierdie troos uit U woord uit ontvang. Dat U die grote Skepper God uit vrye welbehae U oor ons ontferm het. U maak ons U kinders. En ons verlosser, ons Here Jesus, kom noem ons sy vriende. Wil U ons leer om waarlik vriende te wees, ook waar ons elke dag leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.